Leuk. Brad, my buddy boy, dude, my nigga. How do you do? We're going to murder you. Oké, Durin, wel fuck me dan. Volgens mij, misschien is het, ik dacht al, volgens mij is het altijd de tweede kracht die doodgaat. Kill him. Doodzak. Als je verder gaat, zit volgens mij nog een bar ergens. Wat vond je? Er is een safe point daar. Lijkt alsof die persoon nog leeft. Ah, ik zie hem overheen. Sup, boos. See that bike over there? Oh ja, yeah, it's yours. I'm at the end of my rope. It's over for me. Alice, just remember. If you want to jump a ramp, do a wheelie on it by holding down the action button. But don't do wheelies over no rocks. Or you'll eat shit. Also, if you hit someone while on your motorbike, you'll gain experience. Also, don't wear a helmet, that's lame as hell. Later, hoes. Yup. Heb ik nog steeds die helmet? Fuck. Ja, niet over de steen heen gaan. Even kijken, deze weer van AP? Nee. Fucking hell, dat is cheap. Ah, ja. Gelukkig verliezen we hier geen HP voor, zo. Weet je zeker? Oké. Weet je zeker. Dit gaat wel even een paar minuten duren. Yep. Waarom doe je dat? Ik vergeet me steeds. Oké, fuck it, laat het doorgaan. Je moet hier aan gaan. Ja, okay. Moet ik hiervoor een loopstart maken? Dat is niet. Ja, ik kan het rustig met die doen, maar dat is alleen als fuck en is die. I knew. Maar heb je niet gezien hoe vaak ik al hier ben dood gegaan? Ik vaak genoeg. Zie! Dit keer was niet de steen. Nou, dat is de steen. Zie! The fucking hell. Nou, dat deed je terwijl je rustig aan het doen was. Fuck. Shit, wat ik leef. En dan raak je steen op het einde. Alright. Nou! Wat gebeurt als je door een steen gaat wanneer er geen gat is? Ik wil uitproberen. Misschien ga ik helemaal naar die gat. Wat is dat dit spel zou doen? Oh. Weet je, het is alleen maar omdat ze spikes aan hebben. Weet je, je moet de IM Shock Team spelen. Renault says he's very sorry. He's sorry for destroying your motorcycle.
Ah, we hebben Rendo gevonden. As a peace offering, he gives you all of our food ration. Dat is Rendo. Rendo must be going now. Please excuse us. Excuse him. Huh. You can see tears behind his mask. De ding is, Rendo is eigenlijk een hele aardige persoon. Alleen al zijn onderdanen doen gewoon maar alles wat hij niet wil, weet je wel. Ja. Dus daarom haalt hij. Zoals al deze dode mensen die wat Rendo wilden, maar Rendo is zo fucking intimiderend dat het gewoon gebeurt. Ja. You're not getting away with our food. And that's too fucking nice. Trash like you doesn't deserve him. You're Johnny Ains here. Maar misschien is het van party moeten veranderen. Misschien. We zien wel. Nou, dat betekent. Maar weet je wat? Dus, ik ben de Brad, oké? Okay? Ja, maar Ennis. Je hebt Joy nu. Heb ik Joy ingenomen of? Nee, je hebt niet Joy ingenomen, maar je hebt nu like withdrawal symptoms. Ik heb niks anders voor meerdere mensen of wel, hè? Nee, dat roep ik niet. Headslide misschien. Ja, ik denk dat de headslide volgens mij multiple hit. STDS, oké, nou. Weet je, waarom doe ik eigenlijk zo? Dat is geen put. Ja. Wel, ik ben heel erg benieuwd wie dit gaat doen. Maar ik zei, de headslide komt hier voor pas. God blessed. Dat is een hadoeken. Shit. En dat is waarom we voor parts zouden willen hebben veranderd. Oh well. Kijk, Rolling Hills en Paralyze moet volgens mij. Ah, het withdrawal is weg. Oké, STDS. Like, op een of andere manier ben je dit nog steeds. Like, it's like Jesus Christ. Waarom heb je veel minder moeite met dingen dan ik? Wel, in deze gevecht was niet zo moeilijk, maar nog steeds. Maar fuck you, je moet het moeilijk hebben, zegt hij tegen mij niet mee. Ja, het is van ik heb hier door geleden, waarom jij niet? Perry heal the stuff. Perry is niet zo stug, tenminste kan hij meer healen dan D. Ja. Ja, de rooster alleen heeft alleen wat armor nodig. Zo lame even. Can a man so lame even level up? Lol. Worthless junk. Moet nog een paar te veranderen. Hopelijk kunnen we zien met een bar dichtbij. Of dat we gaan en de sleutel gebruiken naar area 1. Zo'n beetje. Maar volgens mij komen we dicht bij area 2 nu. Ik kan geen wheelie doen met een bike. Bicycle. Oh, deze is even in ieder geval. Vraag of je dat andere gedeelte kan halen. Praat op mij niet tegen hem. Of hem.
Let er geen niemand voor nu, we moeten wel spijt veranderen eerst. Ah, oh, even naar buiten. Move and you die. Had je al gesaved? Ja. Oké, okay, you and your men are coming with us. Dit is de roulette game. Ah, fuck me. Russian roulette. That's the game. Volks. Oké, okay, dit is de safe scum game. Came to see some fresh. Volks came to see some fresh blood. After that, I'll let you go. 3 pounds, that's all I ask. Choose a member's life to play with. Oh, verdomme. Waar is Nern wanneer je hem nodig hebt? Oké, dat is best wel goed. Kok was het ook zo slecht zo. Fuck. Fuck. Beast Boy, nou helemaal waar. Fine, Mr. Kok. Maar jij zegt 3 rondes, maar ze bedoelen 5, just so you know. Zo, wat moet ik hier doen? Ah, je moet geluk hebben, je bent dood. Je moet geluk hebben. Het is Russische roulette, Hennis. Dat ook safe scummen? Ik weet niet, volgens mij gaat er sowieso iemand dood. Kun je checken hoeveel geluk je nou, je moet dan hebben hiermee? Ik zie wel wat het doorgaat. Ah, oké. Okay. Hij leeft nog. Zo'n shit spel. Misschien is het niet zo. Of toch wel. Weet je dat? Er zijn een paar rondes. Misschien theorie hiervoor. Zoals ik al zei, 5 rondes, ook al zei die 3. Oké. Okay. Truck guy. Hoe weet je, als de derde doodgaat, dan kun je net zo goed safe scummen, want volgens mij heb ik meerdere partners overgebleven. Ja, oké, okay. Dus. Not bad, hou je face. Yep, it's random. Misschien wil je dan gewoon, misschien wil je safe scummen. Zo'n beetje. Oké, Tay, jammer. What the fuck? Het gaat nog langer, het gaat nog meer dan 5 keer, Jesus Christ. Volgens mij is het zo van, we moeten, was het niet waard, je fuck waard. Dus wil je safe scummen? Oh, fuck it. Weet je, er zijn er maar 3 van, we zouden ze aankunnen. Ja, maar ze hebben gelijk een pies op onze hoofd. En als het plot is, gaat hij ons juist 1 van ons dood. Laten we hopen dat we meer geluk hebben. Rooster. Smaat ik wel nerd op dit punt ook. We hebben meer dan 6 kogels, what the fuck? Ech. Russian roulette is niet leuk. Fuck you. Ik zeg, dit punt van het spel zou ik gewoon rage quitten. Gewoon alleen, en gewoon nooit meer spelen, want dit is gewoon een kutspel.
What the fuck? Maar ze hebben safe states. Kun je niet gewoon pauze op de startknop klikken en gewoon zeggen fuck it? Gaan tot... Het is goed, maar dus... Zie je? Like, het is rend... Like, nee, van... fuck, dit is die... Kun je niet op start klikken? Ik kan niet op start... Like, ik drukte dit net op vierkant per ongeluk, maar ik kan niet op start, start op de menu gaan. What the fuck? Maar ik krijg zo'n safe scum op dit punt. Dit is bullshit. Op dit punt heb je minder geluk dan ik. Hoe ben je 4-5 keer dood gegaan? Hoe heb ik iedereen verloren op dit punt? Oh, oh, natuurlijk. Oh, en ik heb nog eentje. Leuk. Ah, je moet 3 van hun verslaan, Dennis. Ja, dit is fucking luck based. Oh, kijk, daar dat Dennis. De 5 party members heb je uiteindelijk gewonnen. Fucking hell. Bullshit. Ik heb bullshit. Weet je wat? Ik weet waarom dit gebeurt. Like, volgens mij is het safe. Veel safe hier. Tenzij LOH nu hier doodgaat. Ja, ik dacht dan. Tenzij, like, als je 2 party members nog over hebt, gaan ze automatisch over naar het ding. Ah. Ah, dat is bullshit. Weet je wat ik doe? Neem maar over, fuck it. Ik heb. Wat een kut spelidee. Ja, ik vind dat ze. Like, om eerlijk te zijn, dat is het ding. Wanneer ik speel met trot en een beetje moeilijk aan het doen is het zo, maar. Wanneer ik permanent dingen verlies omdat het spel gewoon dom aan het doen is, dan heb ik gewoon zoiets van fuck it, waarom speel ik dan nog, hè? Ik heb ander spel om te spelen. Ik heb betere dingen op. Ik kan Persona 5 spelen op dit punt. Ja, ik kan Persona 5 uitspelen. Misschien nog een nieuwe ding, audiosplitsen kopen. Shit. Oké, laten we kijken of ik geluk heb. Ha! Ik geluk. En bij de eerste ronde is mijn vader. Ik heb al meer geluk dan jij. Laten we even zien hoe dat gaat. Wel, ik ben het. Met de laatste persoon. Op een of andere manier krijg je iedereen dood. Ja. Yes. Ik? Oké, okay, Jess, what the fuck? Gebruik die fucking geluk van je op dit punt. En dat is met die jinx het niet. Dit spel is bullshit. Nou, dan ga ik zeker weten dood. Yes. What the fuck? Daar gaan we. Fuck deze spel. Wat is dit? Ik ben... Kop dicht, Jess. Oké. Okay. Kop dicht. Ik ga... Fucking kop dicht. Nee, just... Gewoon 7. 7 gelijk. Ah, ik kan je team vallen, die heb ik niet. Laat ik gaan met... Waar is die? Beastborn. Hollandus, waarschijnlijk even mij. Hollandus. Ben je of met Terry verder gaan? Percy. Oké. Okay. George wilt. Rules are rules, man. Oh, fuck jou. Yeah. Fuck hem met je rules. Ik hoop dat je gewoon een safe van snel vindt. Ik zal proberen zoveel mogelijk menselijk interactie te negeren dat ik kan, ja. Tot ik een safe point vind. We praten laat tegen hun. Van, er is niks te boven, laten we gewoon weggaan. We praten laat tegen iedereen. Fuck, deze is kut, fucking kut minigame. Ik heb geen eens zout als jij het hebt kunnen doen, zonder iemand te laten sterven. Dat is niet het probleem hier. De echte probleem is hier dat. Waarom zo'n fucking kutspel erin doen? Zo'n kut pity game. Het is alleen maar jou te pesten om eerlijk te zijn. Okay. Je moet met de fiets gaan. Ten eerste instantie, weet je, ten eerste instantie heeft deze al kut fucking button design. Je bent de zak vergeten te pakken. Later wel. Nee, niet hier natuurlijk. Nu hebben we die zak vergeten te pakken. Ja, fuck it. Ik heb scheid op dit punt.
For fuck's sake! Rah, Ranger! Today I end you with my serious serpent slaps! Nope. Think again. Shit, Snake. Your evil plan will fail. For we are the Salvation Rangers! And I am Salvation Red. Do your best to drink water and get your... And eat your veggies. And eat your veggies. Salvation Blue. Keep your chin down and eyes up around bullies. So love it, you Nelly Yellow. Always listen to diet, even if he's been drinking. Salvation Green. Don't play for drugs. Let your friends go do that. Salvation Black. No waste jokes here, please, motherfucker, nigga. Not mad, is it? Pink. Psst, Pink. Dude. Not right now. My head is killing me. Pink. Where are your... That's a show of justice. Ouch. Bro, forget to do the laundry's last... Forgot to do that. Was partying way too hard? Pink, come on. This is the second time this week. Hey, man. Like I'm way too hungover for this. So, like... Bye. That is a fucking swag walk. Well, only the tightest out of them. Pink. We can't form the ultimate post without him. Whatever. What do we do? Brad to join? Laten we gewoon eens een safe zoeken. Dat is ik nooit als iets. Oké, hier zijn we. Hier is de safe point laatste keer. Ah, hier zijn we uitgekomen. Kutspel. Safe over dit, want ik heb compleet scheid om wel wat verliezen. Kijk, als we dat verliezen voor opnamesredenen, wil ik dat niet opnieuw doen. Alles behalve dat kutpunt. I guess so. Kijk, we kunnen dat vorige save file gebruiken alleen om te laten zien. Wil je dan nu de save file, like, de opname stoppen gewoon zodat we het hebben? Doe maar. Ja, drie. Daar gaan we. Volgens mij hebben de Power Rangers het werk over. Ja. Whatever. En je bent weer... Jij bent weer in de status. Fucking. Fuck. Ma. Fuck ma. Fuck deze spel, man. Oké, dat body splash. Holy shit. Ah, je hebt je SP retard skill volgens mij. Yeah, I'll get you next time. Next time! Rangers! Volgens mij gaan we ook nu de Rangers vechten, want we zijn werk hebben gesteld. Nee, we gaan niet tegen Rangers vechten. Jonas is onze party? Nee. Like Saul of 5? Nee. Wat gebeurt? Barry is eigenlijk best wel goed. You dirty birds! Foiled again! Time for my retreat! Slithering vanish! Shit. Thank you, citizen. But please, next time, let the heroes do their job. Whatever, man. Zullen we teruglopen om terug naar die grot te gaan en zo, om tegen iedereen te praten? Ja. Ja. Ik heb scheid. Ik vind het jammer dat ik die ding heb gemist. Ik heb scheid nu. Het rust is een rest dat me een beetje boos heeft gemaakt voor die bullshit te zijn. Race the sun. Hoe komen we daar weer? Ik ben niet gat. Kunnen we niet langzaam gaan?
Ja. Kunnen niet in die gat gaan, maar we kunnen wel die zak pakken. Horse jerky. Wacht, misschien kun je nog verder gaan naar boven. Goed idee. En. Ja. Hij is ook degene die de joy heeft gemaakt, just saying. Really? Ja, hij is degene die de joy heeft gemaakt. Maar dat gaat wel gaan. Ik heb een 7. Oh, was hier een 7, dat ook wel altijd uit. Oh wel. Ah, ja, safe. Bij een andere faal natuurlijk, hè? Natuurlijk, dat is safe. Mooi. Zag ik daar net de framerate naar de shit gaan? Ja. What the fuck? Ah, oké, okay, dus daar heb je een kamp. Als je wat safe scummen en wilt kampen, ga je gewoon. Nu ik de horse jerky heb gevonden, ga ik nog een keer opstaan. En dan safe scummen. Ja. Nou, opnieuw, we zijn. Er is niks van gebeurd. Ik kan gelijk hier ook een party bestaan. Klopt iemand je gebutreept? Oké, je bent gewoon gebutreept. What the fuck? Ja, alles is oké. Wat erop. Wat goed is met een fiets. Even kijken. Hij is wel eens een key item, die krijg je nooit, die gaat nooit weg. Ook al je zou het verwachten van dit spel, though. Welkom bij Area 2. Zoals je ziet, er zijn de boulders in de weg. We hebben TNT nodig. De big rock paal? Ain't something nowhere. Ain't going nowhere. Ik weet niet, ik ben een beetje vergeten hoe het spel gaat. Oh, dit ding. Ga er. Er is een bord daar, laat ik die eens verlezen. Very important above. I see. Een andere keer. Nee, dus ga nu naar boven. Ga nu naar boven. Gaan we gewoon nu? Ja, ga nu. Weet je zeker? Ja, ga weer zeker. Is goed. Hier krijg je namelijk de. Ik heb voornamelijk gedeeld voor de ultimate wapen, de Excalibur. Zo, even lekker rustig. We gaan eerst naar Coin Tower klimmen en zo, toch? Ja. Dus hoe lang duurde dit voor Roshi? Roshi, ik weet niet hoe lang het klimmen duurde. Ik weet dat de training zelf 3 jaar duurde. We denken aan die van One Piece, toch? Welke? Fuck. Ze is denk ik niet dezelfde. Nee. Ik heb het opgeslagen. Ik heb het er één opgeslagen. Zo kan het niet doen. Fuck. Ja, dat dacht ik niet. Maar we krijgen wel een gedeelte voor de ultimate wapen in dit spel. Wat heel sterk is. Like, hiermee wordt het spel wel wat makkelijker. Alleen ben je net gedrukt. Dit is eigenlijk een van de beste items die je kunt krijgen in dit spel. Dus daarom zeg ik dan dat je dan al een beetje de top kan bereiken. Dan heb je het al vast en zo. Het is een middelvinger. Aw, damn it! Maar ik wil het even laten zien. Het is niks. Je bent voor niks hier naar boven gekomen. I see. Het is een middelvinger. Ik vind het wel gek of Memory kan spelen. How's the phone, by the way? Fijn en fantastic. Ik ben gewoon om later nog naar Yuru Camp te kijken en die ene anime met dat meisje met een grote voorhoofd. Die ene trollman, dat is het? Ja. Ik ben vooral om dat te gaan kijken nog. Voor de rest heb ik best wel veel gekeken nu.
Wat ga je naar Persona 5 ook weer doen? Ik weet het niet eigenlijk. Kingdom Hearts 2? Nee, dat ging een beetje later doen. Denk ik. Final Fantasy Team 2? Nee, dat staat nog op mijn lijst van dat ik moet gaan spelen, ja. Ik wilde eerst wilde ik even de postgame doen van Final Fantasy Team, maar toen dacht ik, weet je wat, ik heb al heel veel zitten grinden in dat spel en ik heb geen zin meer. Nee. Dus staat me gewoon over en ga over naar Team 2. Je doet waarschijnlijk zo, je moet het waarschijnlijk toch op een dag doen voor de commentaarkanaal. Dat weet je. Dus blijkbaar, waarom doe ik dat? Dat is de reden waarom ik geen postgame doe, want ik weet dat ik het ga doen voor de kanaal. Dat is het ding, als je wat ervaring hebt met de postgame, kan je dat graag vooruit doen. Heck. En als ik eerder wist dat de ultimate, dat een van de delen van de ultimate wapen in die laatste dungeon was. En dat ik het gelijk moest pakken, niet later. Dan had ik dat tenminste gedaan. Dan kon ik het opslaan. Weet je al, volledig gegrind en alles opslaan. En dan de save aan die gebruik ik voor de commentary. Ja. Of niet met de grind en shit. Ja. En als je dan nu heb ik de deel van die ultimate wapen gemist. Van Tidus. Waardoor ik.